En wij gaan jullie vanaf nu elke week meenemen tijdens Safari Report. Iedere week neemt één van ons jullie mee backstage. Bij geboortes. Als de dieren gaan slapen. En veel meer. Oké, let's go. Cool dat je kijkt naar Safari Report. We gaan vandaag een onderzoek doen. We gaan op zoek naar een dier wat mensen niet vaak kennen. En om dat even goed te laten zien, ga ik je eerst laten zien dat mensen het echt niet kennen. We zijn onderweg naar het entreeplein en ik ga vragen aan mensen: kent u de rode duiker? Ik ben benieuwd wat ze zeggen. Want ja, wat is een rode duiker? Ik ben op zoek naar mensen die vandaag de rode duiker hebben gezien. Heb je vandaag de rode duiker gezien? Nee? Heeft een van u de rode duiker gezien? Ze schudden allemaal nee. Valentijn, heb jij vandaag de rode duiker gezien? Weet niet. Thomas, weet jij wat een rode duiker is? Nee. Nee? Weet je wat een rode duiker is? Heb je ze gezien vandaag? Nee, nog niet. Je valt even wel gezien. Wacht, de broer van Valentijn is er ook. Hi, hallo. Kijk eens bij. Weet u wat een rode duiker is? Oh, je hebt een dier. Zou het? Heel goed, mevrouw, heel goed. Weet jij wat een rode duiker is? Nee, maar ik heb hem wel gezien. Je hebt hem wel gezien? Ja. Maar je weet niet wat een rode duiker is? Ja. Wat dacht je dan alvast dan? Nou, dat weet ik niet. Ik heb het wel gezien. Ja, ik heb hem wel gezien, maar ik weet niet hoe dit eruit ziet. Zo, dat lijkt me duidelijk. Mensen weten echt niet wat een rode duiker is. We gaan deze zoeken, kijken of we ze kunnen vinden. Maar daarvoor moeten we een stukje rijden met onze jeep. Let's go. De rode duikers leven bij de okapis in het verblijf. Achteraan in het safaripark. Dat is dus even een stukje rijden. En daarna moet je ook nog eens heel goed zoeken. En als je gaat speuren naar een dier, is daar eigenlijk toch wel handig als je weet waar je naar kunt speuren. Dus hebben wij iets bedacht. Er is een bord. En op dat bord staat een foto van de rode duiker. En wat je dan heel goed kunt zien, is dat de rode duiker een klein kuifje heeft. Maar dat hij ook een beetje kale plekjes heeft onder zijn ogen. Die kale plekjes, dat zijn geurklieren. Want rode duikers doen heel veel met geurtjes. Ze stinken een beetje. Hartstikke leuk zo'n foto, maar ik wil ze nu toch echt in het echt zien. Dus we gaan nog verder op zoek. Let's go. Even kijken. Daar. Rode duikers zijn echt hele kleine dieren, maar ook hele schuwe dieren. En ze heet duiker omdat de rode duiker wegduikt bij gevaar. Dus op het moment dat er gevaar aankomt, komt de roofdier en zegt: hey, ga je opeten? Dan zegt die duiker, dacht het niet, springt hij in de bosjes en dan is hij weg. Plus, als jij eenmaal de bosjes in bent gedoken om jezelf te verstoppen, kun je het beste stokstijf stilstaan, want dan val jij het minste op. Het is een zoeken, maar als je de rode duiker dan eenmaal hebt gevonden, is het wel een super vet dier. En zo zijn er heel veel dieren in het safaripark. Kleine dieren waar je snel voorbij loopt. Dus abonneer snel op ons YouTube kanaal, like ons op Facebook. En binnenkort laat ik je veel meer dieren zien die je eigenlijk niet kent. Ik ga vast op zoek.